Wat was vroeger uw bedrag? 90. Ja. Het blijft nog gaan. Het blijft gaan. Vroeger was het 90 en nu zit hij op de 127. Ja. Ik ga hem op de 128 afsluiten. Marlo Visser, door de hoge benzineprijzen kost het mensen extra geld om te komen werken. Want de gangbare kilometervergoeding van 19 cent, die lijkt wat gedateerd. Ja, waar het vroeger zo was dat je met een klein zuinig autootje nog wel wat overhield van je kilometervergoeding, is dat nu echt voor bijna niemand meer het geval. Dus toeleggen op je woon-werkverkeer, en dat wil natuurlijk niemand. Dus ik zit net naar de bon te kijken en denk, dit is echt niet normaal wat je ervoor betaalt. Meneer, gaat u ook met uw auto naar het werk? Ja. En wat voor gevoel krijgt u als u dan moet tanken bij de pomp? Nou, dan gaat alle wat je verdient gaat weg weer naar de benzine. Ja, hier kom je niet mee rond. Nee, je kunt wel met je werkgever spreken over een hogere reiskostenvergoeding. Het is alleen administratief nogal ingewikkeld. Want momenteel mogen werkgevers van de overheid, ze mogen de 19 cent per kilometer onbelast vergoeden. Dat betekent dat er geen premies en belastingen over worden afgedragen. Nou mogen ze wel een hoger bedrag vergoeden, dat is alleen administratief nogal gedoe. Je kunt het dan bijvoorbeeld halen vanuit de werkkostenregeling. Dat is een soort pot met geld die werkgevers onbelast aan de werknemers mogen uitdelen. Daar worden bijvoorbeeld vaak kerstpakketten van betaald. Dat zou je ook kunnen inzetten voor een hogere reiskostenvergoeding. Alleen, het is wel administratief gedoe en daarom kiezen veel werkgevers er niet voor. Maar als dat voor jou een reden is om anders naar een andere werkgever te gaan, dan kun je er toch wel het gesprek over aangaan. Nou, toevallig gisteren een leuke mail van mijn werkgever waarin bevestigd werd dat de kilometervergoeding iets omhoog gaat. En dat is natuurlijk altijd alleen maar prettig. Je moet minimaal 25 à 30 cent kilometervergoeding hebben, anders red je gewoon niet. Anders ga je alleen maar in de loon voelen. En hier heb je verdiend en aan de andere kant heb je gelijk weer uitgegeven. Gelukkig hebben ze in Den Haag ook wel door dat het nogal ingewikkeld is met deze reiskostenvergoeding. Dus er is al een verhoging aangekondigd. Waarschijnlijk gaat hij volgend jaar naar 21 cent per kilometer en dan het jaar daarop naar 23 cent per kilometer. Al die werkgevers, wees lief. Geef ze liever 10 extra, dan gaan ze voor je best doen. Leuk. Fijne dag.